Ik ben een allochtoon van de derde generatie. Dat is een moeilijke manier om te vertellen dat mijn grootouders hier zijn komen wonen en onze familie nu al drie generaties lang in België woont. Oma en opa waren 25 jaar toen ze naar België kwamen. Ze gaan nog elk jaar met vakantie naar Marokko, praten thuis Berbers en kijken enkel naar Arabische en Marokkaanse tv-zenders. Ze wonen in België, maar voelen zich nog steeds Marokkaan. Mijn ouders zijn in België geboren. Ze spreken Berbers met elkaar en met ons, maar evengoed Nederlands. Het hangt er wat van af. We kijken samen naar Arabische en Marokkaanse tv-zenders, maar ook naar Netflix in het Nederlands. Mijn zusje, mijn broer en ik zijn ook in België geboren. Ik spreek Berbers, maar vooral Nederlands. We gaan nog elk jaar met vakantie bij mijn familie in Marokko. Daar lachen ze met me als ik Berbers spreek. Mijn accent is vreemd, zeggen ze. In Marokko vinden ze me een Belg. In België vinden de meeste mensen dat ik een Marokkaan ben. Ze vinden me geen echte Belg. Zelf vind ik dat vreemd. In Marokko voel ik me niet helemaal thuis en word ik een Belg genoemd. In België voel ik me thuis, maar word ik een Marokkaan genoemd.